Goedendag, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Het is super lekker weer. En we gaan vandaag eventjes varen. Ik ben nog even koffie aan het drinken. En dan lekker de boot op. Ik heb dit jurkje aan van Zara. Deze met korte mouwen. Het is nog best wel koud. Dus dit vestje van And Other Stories er even overheen. En mijn Hermes slippertjes. En ze zijn vandaag bezig hier in huis met airco's plaatsen. Het is echt geen doen hier met het platte dak. In de zomer om geen airco te hebben. Dat heb ik nu 2 zomers wel gedaan. Maar dan moet je echt bijna vluchten uit je eigen huis. Omdat het zo heet is. Dus die worden eindelijk geïnstalleerd. Die in de woonkamer hangt dus al. En nu nog in de slaapkamer. En in de slaapkamer van Sarah Lizzie. En dan kan de zomer wat mij betreft beginnen. Ja, jij bent. Oké. Okay. 1. Gaan Sarah Lizzie en ik vandaag buiten spelen? 2. Gaan Sarah Lizzie en ik vandaag tekenen? Of 3. Gaan Sarah Lizzie en ik vandaag de hele dag tv kijken? Ja! Ik denk 1. Wat was 1 ook alweer? Hele dag. Je weet het niet meer, hè? Oh, wat was het nou? Ja. Ja. Salutjes. Oké. Okay. 1. Ben ik vandaag in bad geweest? 2. Ben ik onder de douche geweest? Of 3. Ben ik nog stinky? Ja. Ja, ik denk 1. Dat ze in bad is geweest? Ja. Dat klopt. 2. Was het? Nee, het was 1. 1. Geen. 1 heb ik en 1 heb ik geen. Nieuwe knuffel. Wat zeg jij? Wel een nieuwe knuffel. Ja. 1 heb ik wel een nieuwe knuffel. 2. Niet 2. 3. Ja. 1. Je hebt wel een nieuwe. Zeg je? 1. Je hebt wel een nieuwe knuffel. Ik ga hem even pakken. Dat dacht ik al. Papa! Nee, dit is Mason. Deze. Mason. Oh, wat een leuke knuffel! Nee, je hebt hem niet gezien. Wel, het is een soort hondje. Dit is Pa. Geen hond. Is het geen hond? Wat is het dan? Nou, een dikke aap. Een aap! Een Mercedes aap. Ja, en die van mij. Wat lief, en van wie heb je die gekregen? Van Geraldo. Oh, dat is lief. Ik heb ook nog. Je weet ook wel die blauwe fiets. Ja? Die beneden staat. Nou. Kijk eens wat ik ook wil. Alleen ik wil ook een mandje. Wow. Ik wil ook een mandje erbij. Oh, daar kan je boodschapjes in doen. Nee, niet voor boodschappen. Voor deze aap. Oh, daar kan de aap mee. Ook leuk. Ja. Alleen dat heb ik nog niet. Deze. En misschien kan je ook een zitje dat Sarah Lizzie bij jou achterop kan. Ja. Nee, dat kan niet, want ik heb dat niet. Kijk, ik heb dit weer. Chips. Ze moet op mijn blauwe. Ja, zij moet op je blauwe fiets. Ja, dus ze kan niet op mijn witte en dood. Nee, dat is ook zo. Hij heeft grijs, rood en wit. Oké, goedemorgen. Ik heb zo ontzettend niet gefilmd deze week. Het is vandaag donderdag. Ik ben eigenlijk de hele week bezig geweest of met Sarah Lizzie of met afspraken rondom mijn nieuwe idee. Ja, ik ga het maken. We hebben net even een belronde gedaan met papa en met Mason. En morgen komt Mason naar Nederland. Dus misschien... Hallo? Oh ja, Tom, zou jullie beneden kunnen leggen, deur open doen? Ja, Tom, dankjewel. Fijne dag nog. Doeg. Doei. Nou, top. Meester komt dus deze week naar Nederland. Misschien dat we daar nog even mee kunnen afspreken. Ik heb vanmiddag een afspraak. In, wat is het? Brabant of Gelderland, I don't know. Voor Momo. Hopelijk is Daan daar ook bij. En dan hopen we daar ook weer stappen mee te kunnen maken.
Ik ben echt weer mega gemotiveerd. En gisteren was persconferentie. Er waren versoepelende maatregelen. Onder voorbehoud. Of onder bepaalde voorwaarden. Dat iedereen zich natuurlijk kan gedragen. En dat er niet straks weer ineens een golf van besmettingen komt. Ja, liefje. Wil je melkie? Als je dit nu niet wil, dan vind ik je vrij vervelend. Mama. Ja, schat. Papa. Ja. Papa. Ja. Zo. Eens even kijken. Melkie? Ja. Wil je op de bank zitten? Ik ga nu even snel alles opruimen hier in huis. Want het is echt de grootste ravage ever. En dan komt de oppas. En dan heb je dus een afspraak. Echt, oh, ik vind het zo lekker om weer dingen voor werk te kunnen doen en zo. En dat alles gewoon er steeds rooskleuriger uitziet. Wil je even tv kijken? Ga maar even lekker zitten. Oké, ik heb ook een aantal pakketjes binnen. Ik heb een hele mooie bos bloemen gekregen. Volgens mij ter ere van, ja, moederdag van Victor en Rolf. In samenwerking met themom.com. Van Janine. Zo lief. Oh, dit is heel cute. Zo ingegraveerd. En natuurlijk de mom sweater. Heel leuk. Deze kleur is echt fab. Dit past helemaal bij mijn nieuwe nude stijl. Ik was dus vorig jaar of 2 jaar geleden op Ibiza. En ik had daar een heel leuk winkeltje ontdekt. En daar heb ik echt fortuinen uitgegeven aan, ja, frutseltjes voor een huis, leuke kleedjes. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat de dingen die ik had gekocht eigenlijk gewoon Nederlandse merken waren. Waaronder het merkje Ala. En dat vertelde Danique me eigenlijk. En ze hebben nu een pakketje opgestuurd. Volgens mij met echt alleen maar te schattige dingen. Dus ik ga dit allemaal even uitpakken. Oh mijn god. Zeg, Lizzie, de luier valt uit. Er zit allemaal poep aan de grond. Ik ga stuk. Ze was gewoon letterlijk net aan het poepen en die luier valt zo af. Dus, nou, ik wacht even tot ze klaar is. Ik ben benieuwd wat zit hierin. Oh, dit vind ik leuk. Dit is leuk. Hier kun je dus een kaart in doen. En dit kun je ophangen. En dan kun je daar dus jasjes en zo aan doen. Dit vind ik heel leuk voor in Sarah Lizzie de kamer. En ik heb deze week toevallig kaarsen gekocht. Dus ik kan er gelijk even in doen. Ik hoop dat deze passen. Misschien heb ik kleinere nodig. Oh, pas. Wat top dit. Dit is leuk. Moet je kijken. Wat leuk. Oh, dit gaat helemaal bij mijn leuke tafeltje. Ja, echt fabulous deze accessoires. Dit zijn een beetje stoffen dingetjes. Oh, wat leuk. Oh, dit zijn kussenslopen. Ik heb eigenlijk de meeste toen dus gekocht in dat winkeltje op Ibiza. Oh, deze is ook heel erg leuk. Heel leuk. Nog een kussensloop. Deze is echt enig ook. Ja, ik vind dit zo ontzettend leuk. Een leuk boekje, een notebook. Hoe cute is deze? Alles ziet er zo leuk uit. Het is echt helemaal mijn dingetje. Dit ben ik echt gewoon helemaal. Eens even kijken. Dit is een lekker dekentje. Ook heerlijk. Oh, wat lekker dit, hé. Oh, het is ook leuk om een tent mee te bouwen, dit soort doeken. Fabulous. Wat is dit? Oh, dit is leuk. Dit is geweldig. Een super schattig doosje. Oh, wat leuk dit. Voor sieraadjes en dingen. Wow. Mooi, hè? Kijk hoe mooi. Doosje. Nou, er zit zoveel in. Dit is echt geweldig.
Oh, dit is lief. Oh, dit is mooi ook, hè? Dit is mooi. Ja, mooi. Kijk eens. Een schoteltje. Hoe prachtig is dit? Hij is ook heel zwaar. Mooi materiaal. Een mees. En deze superleuke, ja, soort van pouch. En what is this? Dit is echt zo'n leuk merkje voor allerlei frutsels. Volgens mij kun je hier iets tussen stoppen, een foto. Dat is ook heel erg leuk. Zo'n Polaroid of zo. Very cute. Zo. En wat is dit? Oh, dit is leuk. Ik zie al wat het is. En dit heb ik ook echt vaak nodig. En ik heb echt de laatste super lelijke van de Albert Heijn gekocht. Hoe leuk is deze flessenopener? Echt fabulous. Oh, dit is leuk ook. Een onderzetter. Heel leuk. Dit zijn mooie steentjes. Mooie tegeltjes. Dit is ook heel erg mooi om je keuken of zo mee te betegelen. Dan moet je er wel heel veel kopen, maar super leuk dit. Of om een glas op te zetten in de badkamer met tandenborstels erin. Nou, brengen zij ook dingen uit die niet leuk zijn. Dit is ook leuk. Dit is ook voor zo'n foto wat je erin kunt doen. Oh. Een sleutelhanger met een schelpje eraan. Wauw. Ook very cute. Nou, ik ben helemaal geknocht aan deze heerlijke spulletjes. Waar is mijn telefoon? Het is echt bijna tijd om te gaan. Oh, dit zijn ook leuke doosjes voor ringen, kettingjes. Helemaal prachtig. Het is ook allemaal zo leuk ingepakt. Wat is dit? Dit is leuk. Oh, heerlijk. Kan ik gelijk lekker mijn kaarsen kwijt. Kijk dan hoe leuk deze ook is. Geweldig. Zo. Nieuwe kaarsen in. Oh, oh, oh. Wat geweldig dit, hé. Nee. Afblijven. Afblijven jij. Zo, Lizzie dacht ook even dat ze styling deed hier thuis. Dat denk ik niet. Hebben we hier nog zo'n pakketje? Oh, weer een kaarsenstandaard. Hier ben ik echt. Ja. Blijer kun je me gewoon niet maken. Al deze heerlijke goudtinten. Dit is ook gewoon echt mooi. Het is mooie kwaliteit, lekker zwaar. I love gewoon. Helemaal cool. Oh, ik klink echt zo'n oude huismoeder als ik zeg helemaal cool over een kaars houden. En dan hebben we hier nog iets in zitten. Oh, dit is ook heel cute. Dit is een soort, ja, schaaltje. Oh, je kan hier echt hele leuke tafeltjes mee stylen en zo. En dan heb ik hier als laatst. Ja, schatje, wat is er? Wil je zitten op de stoel? Oh, dit is leuk. Voor in je fles wijn, om hem dicht te doen. Dit is schattig. Nou, ik ben helemaal blij. Sarah Lissy. Weet je wat we hebben? Kom eens. Post van Mason. Deze. Ja. Kom je meekijken? Gaan we een filmpje voor maken? Kom. Ja. Kom je zitten? Eten. Oh. Deze. Kom je bij mij zitten hier? Eten. Kom. Kom. Kom je zitten? Dan gaan we meestal zijn post openmaken. Kom.
Zo. Kijk. Gaan we een filmpje maken voor Mason dat we de post hebben ontvangen. Ja. Kijk eens. Wow. Mooie sticker. Zit erop. Wat is dit voor prachtigs. Wauw. I love you. Dit heeft Mason zelf geschreven. Kijk dan hoe mooi. Met de mooie veren erop hoeft ze niet bang voor te zijn. Wauw, en kijk. Hij heeft een armbandje voor je gemaakt. Wauw. Zal ik dit armbandje bij jou omdoen? Die heeft Mason gemaakt. Ja. Dat is lief. Dat is schattig. Zal ik hem omdoen? Dus je geeft aan Mees? Goed. Dat is lief. Wow. Omdoen bij jou? Nee. Kijk, mama heeft ook allemaal armbandjes. Nee. Ja, wil je dat ook? Is ook leuk bij jou, toch? Ja. Ja. Heb je hem weer omgedaan? Wat goed van jou. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en Thijs van Jij Wardrobe is net langsgekomen om alle tassen die ik vorige week had verzameld op te halen en op Jij Wardrobe te zetten. Hallo, good morning! Als de mama kijkt, als ik dit doe, dan gaat het lachen. Als je dan de laatste doet, dat Kai en Monica dan niet meedoen, maar... Ja, dan moet je even naar kijken. Ja, of één van ons. Ja, maar dan ga je dus, dan is het nog steeds afleidend. Want dan zit ik bijvoorbeeld naar jou te kijken en dan denken andere mensen van, ik wil dan ook kijken. Monica, moet die ervaring met elkaar kunnen delen. Ja, ja, zeker. Ja. Dat doen. Ja. Maar dat we toch, misschien, ik denk toch, het is leuk als jullie... In beeld, hè? Dat zou ook nog kunnen. Dat jullie wel meedoen, maar gewoon niet in beeld. En dat we af en toe naar jullie schakelen, maar niet de hele tijd. Dat ja, het... ja dat, en dat kunnen we ook uitleggen waarom we dat ja, doen. Ja. Dat is wel een goede, denk ik, ja. Maar het is vooral, denk ik, heel leuk qua ervaring en beleving voor mensen die meedoen. Ik denk dat er gewoon serieuze mensen op afkomen die er ook echt in geïnteresseerd zijn. Ik heb net een hele leuke call gehad voor iets waar Kai en ik mee bezig zijn. Het is echt heel erg leuk. En ik heb een super, super leuk pakket binnen. En ik was bang dat ik eigenlijk niet meer thuis zou zijn als dit binnenkwam. Maar gelukkig ben ik er wel. Oh, ik heb hier zoveel zin in. En het is dit pakketje van Carrot Antwerp. Van Moederdag. Nou, dit is zo leuk. Ik heb hier helemaal zin in. Het is namelijk echt een prachtige ring. Oh. Ik ben nu al hier zo blij. Oh, hij is zo mooi. Kijk hoe prachtig. Dit is niet te doen. Ik vind deze zo ontzettend mooi. Oh, dit is echt perfect gewoon. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik heb echt super lang niet gefilmd. Ik was mijn camera kwijt en ik heb hem net gevonden onder... Kom! Kom maar hier. Sarah Lissie. En ik heb net gevonden onder de stoel van mijn auto. En wij zijn nu naar de auto aan het lopen. En dan gaan we even langs mijn moeder. Want het is vandaag moederdag. Kom schat. Gaan we even naar oma toe. Nee. Jawel, gaan we wel. Gaan we even zwaaien. En dan gaan we weer weg. Kom. Wij zijn weer thuis van een bliksembezoek bij mijn moeder. En ik ga even koffie zetten nu. Ik heb de kleine in bed gelegd. En Lars' moeder die komt zo even langs om iets af te geven. Ik moet wel zeggen, het is vandaag dus moederdag. Ik vind het ook wel ergens confronterend of zo. Dat, ja, ik weet niet hoe ik het uitleg, maar gewoon al die Instagram posts van iedereen met moederdag en weet ik het wat. Ik weet, ja, dat doet me wel realiseren wat voor
puinhoop ik er af en toe van heb gemaakt. Dus ik weet niet. Aan de ene kant is het natuurlijk allemaal super leuk, moederdag. Maar ik voel me er ook een beetje... Nou ja, misschien emo door of zo. Ik weet niet. Het is altijd zo lekker rustig als Sarah deze even een dutje doet. Ik ben even aan het opruimen en me aan het klaarmaken. Want vandaag gaan we weer verder met filmen voor de serie. Eindelijk komen er nieuwe afleveringen van Like Monica. Ik kreeg er echt super veel vragen over. Ik had natuurlijk al aangegeven dat het nu even niet kon door de coronacrisis. Alleen, er is een heel protocol samengesteld met mondkapjes, afstand en waarop we nu dus toch kunnen gaan filmen. Ik ben daar heel blij mee, want ik heb er gewoon weer zin in om gewoon een leuke serie neer te zetten. En we kunnen ook eindelijk verder ingaan op mijn liefdesleven. Wat betekent dat ik jullie er ook heel snel gewoon meer over kan vertellen. Als in dat ik gewoon wat opener kan zijn. Dat het voor mij ook weer makkelijker wordt om te filmen. En dat er niet meer dingen zijn die ik nog niet kan zeggen of whatever. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ja, daar heb ik zin in. Ik ga eventjes verder met het hier klaarmaken. En dan hoop ik dat Sarah zo wakker wordt. Kan ik haar ook eventjes fatsoenlijk aan gaan kleden. En ja, ik weet niet. Het is lekker weer. Ik denk dat we zo even naar de speeltuin gaan. En morgen gaan de crèches weer open. Wat ook echt, nou, zo een verademing is. Dus ik wil eigenlijk even een taart kopen of iets leuks voor de leidsters. Zodat we morgen niet met lege handen aankomen. Want Sarah-Lise heeft het echt gemist. Ze heeft echt soms, als we uit de auto stapten, voor de crash staan huilen dat ze naar binnen wilde. En de juf hebben ook gefacetimed en een kaartje gestuurd. Zo, het is echt heel erg leuk. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Sarah-Lise was om 6:30 wakker. En ze is al de hele ochtend echt mega jankerig. Vandaag gaat de crash weer open. En ik heb opnames voor Like Monica, dus daar heb ik al heel erg veel zin in. En Mason is in Nederland, dus we gaan even daar langs. En hij heeft een neefje gekregen, dus we gaan ook eventjes daar op raamvisite. Dus ja, Sarah-Lise heeft er in ieder geval heel erg veel zin in om Mason weer te zien. En om weer naar de crash te gaan. Ik heb even taartjes gehaald en even een kaartje schrijven voor de juffen. En dan gaan we eerst 's ochtends hier thuis gewoon even filmen. En dan vanmiddag gaat ze pas naar de crash toe. Oké, het hele huis is weer opgeruimd en gedaan. En wij zijn nu even onderweg naar een babywinkel. Want we gaan dus even kijken naar het nieuwe neefje van Mason. En Mason even zien. En dan kan ik eindelijk naar de kapper. Kijk even deze uitgroei. Dit is gewoon helemaal donker. En ik heb een blond staartje. Dus vandaag ga ik echt proberen tot echt aan de kern zo wat blond te gaan. Dat wanneer de maatregelen toch weer worden aangescherpt. Want die kans zit er gewoon in. Ik denk namelijk dat de kans er ook wel in zit dat er weer een mega piek komt. Nu alles wordt versoepeld. Ik ga echt gewoon proberen tot de aanzet blond te doen. En dan kan ik het een beetje rekken als ik dus weer lang niet naar de kapper kan. Dus dat is mijn plan voor nu. Echt zoveel winkels hebben andere openingstijden dan op internet staat. Dat komt natuurlijk allemaal door de corona ellende. Maar het is zo irritant. Want nu, ik heb echt al zo vaak gehad dat ik dus voor een winkel stond dat die dicht was. Nu ook weer met die babywinkel zo. Dus ik heb maar gewoon iets anders gekocht. En nu gaan we lekker die kant op. En ik moet ook nog even wat eten halen. Ik ga echt bijna op mijn stokkie. Oh shit. Sorry. Wij hebben met Mees gespeeld. Dat is echt heel erg leuk. En zijn nieuwe neefje gezien. En nu heb ik Sarah-Lise afgezet op de opvang. Echt vond het zo leuk om daar weer naartoe te gaan. En ik ben nu zelf bij de kapper voor de deur. Ik ben een half uur te vroeg. Zoveel zin heb ik erin. Ik ga even een boek kopen, denk ik, hier ergens in de buurt. Zodat ik iets te doen heb. Want waarschijnlijk gaat het heel erg lang duren.
de hele middag bij de kapper gezeten. Maar het was het allemaal waard. Oh, lekker. Gewoon niet meer die bizarre uitgroei. En zie, ik ga nog een klein stukje knippen. Klein lokje, klein knipje. Heel klein knipje. Ik ben de 98ste klant van vandaag. Ja, een beetje. Zo, ik ben weer thuis. Mijn haar is echt mega blond. En daar ben ik echt super blij mee. Maar ik voel me echt behoorlijk ziek. Ik heb volgens mij, ja, ik had dus toen ik bij de kapper zat een frikandel speciaal op. En echt, hij viel zo verkeerd. Ik heb echt, ja, ik ga jullie de info besparen. Maar ik voel me niet goed. Ik ga mijn bed in. Ik heb echt het gevoel alsof ik dit moet overgeven. Dus misschien dat ik dat zomaar ga doen. En het is nu ook 10 uur, dus ik ga dan morgenochtend gelijk de vlog doen. En ik hoop dat ik me dan echt beter voel, want dit is unrelaxed. Ik heb me echt lang niet ziek gevoeld. Kom maar, Bink. Ze liet de telefoon op haar gezicht vallen. Maar ze wilde zo graag jou bellen, ze zat weer om je te schreeuwen. Mama, ik kan wel alleen. Ik kon even niet opnemen. Oh, maar nu heb je toch opgenomen? Ja. Hou maar beter, schatje. Ga je niet praten tegen Mason? Mason? Ja. Ja. Ben happy? Kaffertje? Ja, oh heerlijk. Kijk dan, we zijn lekker blond. Ben je happy? Kijk mijn haar dan. Je hebt echt een mooie kuif, Mees. Ja. Heerlijk. Heb je lekker geslapen? Ja. Deze mag ik van Patty houden. Oh. Dat is lief. En deze. Oh, die is ook schattig, zeg. Dan heb je... Wil je maar die tien? Alleen deze jouw kind. Ben je blauw? Wil je ook even mee bellen? Wil je even bellen? Ja. Ja? Kijk dan. Pak dan de telefoon beet. Hier is die. Pak dan. Heb je een eigen taal ontwikkeld, Mees? Lekker weer. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Dinsdag, grapje. Saralissie is naar de crash. Ik ga de vlog gelijk editen. Ik voel me iets beter dan gisteren, maar nog niet optimaal. Dus ik ga ook daarna even nog proberen bij te slapen. En hopen dat ik me daarna wat lekkerder voel. Maar eerst nu dus de vlog. En ik ga deze vlog dus afsluiten. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende week weer.